We zijn weer in IJsendijke voor een tweede editie van de MPPL IQ's Demo Tour. Net zoals vorig jaar beginnen we hier met een demo tour van de autonome trekker. In dit geval een Fendt 716. En waarom een tweede keer? Nou, afgelopen jaar hebben we de demo tour met de Steyr gedaan. Dat was eigenlijk wel heel succesvol. Maar zoals eigenlijk altijd kwamen daar een aantal belangrijke verbeterpunten uit. Leverancier GPX Solutions is druk bezig geweest om vragen die wij hebben gesteld, om daar antwoorden op te vinden. Er zijn een aantal flinke verbeteringen doorgevoerd in de software. Een van de belangrijkste verbeteringen is dat je nu veel makkelijker als gebruiker zelf een route kan genereren. Dus met behulp van het systeem in een nieuw perceel een route maken waar de trekker mee kan werken. Die verbeteringen gaan we aan de tand voelen. De vorige versie van de demo tour hadden we een viercilinder van ongeveer 140 pk. Voor een aantal bewerkingen bleek die trekker toch wat te licht te zijn. Toen zaten we in het najaar, nu zitten we in het voorjaar. Het is nu gelukt om een iets zwaardere trekker met iets meer vermogen te leveren. Toch is het ons gelukt om hem op 1,50 te krijgen, zodat hij gebruikt kan worden voor de verschillende voorjaarswerkzaamheden die op dit moment spelen. We zijn heel benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers in het werken met dit systeem. Vanmiddag hebben we de autonome trekker weer mogen ontvangen op ons bedrijf. Dit jaar is het een Fendt geworden, een 716. Die nu volledig autonoom rijdt, zodat we ook de afstandsbediening niet meer continu hoeven indrukken. Dus de verbeteringen de aandachtspunten die we vorig jaar hebben doorgegeven, die hebben ze afgelopen winter verwerkt in een voor ons praktischer programma als het goed is. Dus dat wij er nu makkelijker mee overweg kunnen en zelf een routeplanning kunnen maken en dergelijke. Of het grootste punt eigenlijk wat nu verbeterd zou zijn, is dat we ten opzichte van vorig jaar moesten we alles voorrijden, zodat het echt een teach-and-learn programma was. Dat is nu, we kunnen nu met een USB-stick de perceelsgrenzen ingeven. Eventueel ook de AB-lijnen kunnen we inlezen. En op die manier kun je nu heel makkelijk eigenlijk de pad planning, zoals ze dat noemen, maken. Dus dan heb je binnen 5 minuten kun je nu een compleet ingereden perceel tevoorschijn toveren. De bedoeling is eigenlijk om er straks bedjes mee te frezen om uien in te zaaien nog. Ondanks dat het al vrij laat in het seizoen is. En misschien als het weerbericht nog een beetje gunstig gezind is, dat we misschien aardappelen mee poten of in ieder geval land klaarleggen om aardappelen te kunnen poten. Nu heb je de afstandsbediening niet meer nodig, dus in principe kun je wel weg. 100% alleen laten, dat gaan we nog maar niet doen, denk ik. Alleen theoretisch zou het wel moeten kunnen. Aan arbeidsbesparing gaat het misschien niet heel veel voordeel opleveren op dit moment. Als we uienruggetjes frezen, dan zou ik eventueel zelf de slangetjes kunnen afknippen en dat de trekker automatisch weer keert en weer inzet. Zodat ik dat in principe alleen zou kunnen. Met aardappelen planten moet ik alsnog op die trekker zitten. Want de bunker gaat nog niet automatisch. We zijn vanmiddag bij Brian Salome om de opstart te doen voor de MPPL Tour met de Fendt 716. En ik ga jullie meenemen in een klein stukje path planning. Hoe wij de route kunnen genereren. Hier hebben wij ons IQ's scherm. En hier gaan we beginnen door een perceelsgrens in te laden die wij zojuist van Brian gekregen hebben. Deze kunnen wij openen. Nou, dan zien we hem hier al tevoorschijn komen. En we kunnen daarbij inzoomen. Deze route willen we gaan bewerken door middel van onze gemaakte pathplanner. En eigenlijk gaan we hier van boven naar onder gaan we het lijstje afwerken. Waarbij we beginnen bij een koppakkergrens te maken. We willen natuurlijk kunnen draaien met de op de koppakker zonder dat de trekker de sloot in rijdt. Hierbij beginnen we bij een breedte van 10 meter, waardoor het hele land een klein stukje ingekrompen wordt. De volgende stap zijn rechte stukken genereren. Hierbij gebruiken wij een werkbreedte van 3 meter. Dit is uiteraard ook in te stellen naar de werkbreedte van het werktuig. En een graden heeft hij in dit geval zelf berekend aan de hand van het langste stuk. We doen hierop drukken op toepassen. En zoals te zien komen hier een hele set aan AB-lijnen in te staan. De volgende stap is genereer bochten. Hierbij kunnen we de bochtstraal aanpassen van de trekker. In dit geval is dat om en nabij 4,5 meter. Dus deze zetten we iets ruimer 5 meter. En het aantal rijen die we over willen slaan om de route te kunnen voltooien. Deze zetten we in dit geval op minimaal 3 rijen overslaan.
En hierbij zien we dat de bochten netjes binnen de kophakken gevallen. En deze route kan de trekker voltooien. Dus de komende weken zal de trekker op verschillende plekken in Nederland bij verschillende NPPL-deelnemers ingezet worden. En zullen we proberen zoveel mogelijk verschillende bewerkingen te gaan uitvoeren om het systeem en de verbeteringen aan de tand te voelen en te kijken of ook de NPPL-deelnemers dit een praktijk toepasbaar systeem vinden. Of dat er toch nog weer verbeterpunten uitkomen waar GPX weer mee aan de slag kan.